daar is hij weer, hè? Nou, is dat lang geleden, mensen? Een week dik? Ja, een week dik. Wat zeg je nou? Ik vergiste me in het stemmetje, een week dik. Belachelijk, hè? Sorry, joh. Dat is even of nou, is dat lang geleden, daar gaan we weer, hè? Rampen, tampen, we gaan er weer tegenaan, hè? En we hebben ze weer op de gang staan, hoor, met grote boodschappen tussen wat te zijn van deze week, hè? De grootje hebben ze allemaal aan gebied. Geef eens even een tipje van de sluier. Wie komen er allemaal, bijvoorbeeld? Hier staan. Dag, mensen. Nou, daar hebben we behoefte aan. Dat hebben we vorige week ook. Dat komt steeds. We zitten hier in het Trosgebouw. De vrolijke familie komt de hele middag langs. Dag allemaal. Dan kunnen we iedereen verwachten nu. Er wordt weer geklopt, Dick. Wie nou weer? Goedemiddag allemaal. Ah, daar hebben we de meiden. Goedemiddag. Wat een reis was het weer, hè? Doe even mijn schoenen uit, hoor. Jongen. Nou, iedereen binnen. Nog iemand. Wie nou nog? Goedemorgen, meisje. Is er wel een fax geweest? Nee, nog niet. Komt-ie. Het was er weer. Ja, dat is een flinke fax. Nou, als we nou klaar zijn met de fax van Ome Joop, dan gaan we eens beginnen met het programma, hè? Kom op, de groot, wat is er allemaal? Wat hebben we voor je hebt het allemaal geregeld. Productie, produceer, schiet op. Ik heb een verzoek gekregen van Marco Borsato. Marco Borsato. Ach, dit is hoor je dat, Marco Borsato? Heel erg leuk. Even rustig nou bij deze vellen blijven, Marco Borsato. Komt u optreden hier? Graag optreden, dat heb je gevraagd. Ja, maar dat is wel goed, maar als hij maar niet gaat schreeuwen. Ik vind Marco het mooiste als hij klein is. Hallo. Als hij klein houdt, het maar een rustig liedje. Niet zo rampetampetampetampet. Even mooi, rustig beginnen. Het is al zo'n hectisch programma, dit. Dat we een klein, dat we het even in de hand houden. Ik ken je niet goed tegen. Het is alleen met piano begeleiding. Oh, alleen piano. Kijk, dat vind ik, wat ik nu hoor. Oh, dat klinkt aangenaam. Dat is duidelijk. Zal ik een viool bijspelen? Nou, laten we dat nou niet doen, de grote. Ga jij er nou niet mee bemoeien. Dit is lekker sfeer. Nou, dat kun je zeker zeggen. Heerlijk sfeertje, zeg. Daar hou ik wel van. Nou, even stil, dames en heren. Marco Borsato. Zal ik een viool bijbetoppen? Wacht nou even. Zit er nou niet dwars doorheen? Houd op. Nee, gaat het beter. Het is geen viool. Die piano is genoeg. Het wordt alweer te druk nu, hè. De groot, leg die viool. Hou op met die viool, dames en heren. Marco Borsato. Excuus, meneer Borsato. Ga uw gang. Marco Borsato, dames en heren. Ongelooflijk!
optreden van Marco Borsato. Dat kan toch prachtig zijn. Dan krijg je nou de hele orkest. Alles is in elkaar geslagen. Ja, ja, ja. Vechtpartijen uitgebroken. Ongelooflijk. Waarom? Het enige wat nog overeind staat is de piano. Ja, ik ben de piano. Oh, die ben ik vergeten, mensen. Wacht maar even. Hoppa. Dat was de piano, mensen. Belachelijk, hè? Slaat de hele piano al gruzels. Oh, het lucht wel op. Dik. Ja, wat nou nog? Het is groen en het weegt bijna niks. Hé, te groot. Daar heb ik toch helemaal geen zin in die flauwekul. Kijk nou, wat een chaos hier. Komt hij, het is groen en het zit in een hockey. Nou, wat is het? Nou, ik ben ook benieuwd, wat is het? Het is groen en het weegt bijna niks. Nou, oké, het is groen en het weegt bijna niks. Nou, ra, 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 wat is dat? Lichtgroen. Ik ga naar huis. Ja. Kijk je wel uit, hè? Want je bent een beetje over je theewater. Ja, geloof, dat is gewoon dat je zegt van dat het zit me tot niet tot hier, maar het zit me tot daar. Begrijp je wel? Goedendag, we zijn net 6 minuten bezig in het programma. Een heel orkestbak ligt in puin. Goedemiddag. Wel ja. Kijk eens aan. Is al een feestje geweest. Ja, ja. Ben je de roebel opgrijpen? Ja, laten wij ons handen eens uit de mouwen. Hebben we alles gehad, dan komt hij ook nog binnen. Hebben we Henk Dulles en de vrolijke joekeloerders. Joekeloerders? Ja, nou ja, whatever. We zullen maar even in de zaal plaatsnemen met de joekeloerders. Want de orkestbal kunnen we niet gebruiken, zie ik. Nou, we zouden ook eens een week over kunnen slapen, die flauwekul. Nou, we zijn er nou toch en de joekeloerders staan voor de deur. Ik zou zeggen, kom maar binnen allemaal. Ja, ja. Dan op de eerste en de tweede lijn zitten. Dan spelen we daar vandaan. We kunnen het aan. Geen enkel probleem, we improviseren wel even. Dat zijn we wel gewend bij de joekeloerders. Vrolijke joekeloerders. Zo is dat. Vrolijke joekeloerders. Zijn we er klaar voor, meiden? Dan gaan we weer, hè. Geef er 3 vooraf. En 1, 2, en 1, 2, 3, 4. Dag, mensen. Nee, dag, meneer Gals. Goedemiddag. Hey, Martin. Ja. Excuus, dan gaan we nog een keer, hè. En 1, 2, de deur dicht, en 1, 2, 3, 4. Doe de deur dicht. Dag, mensen. Laat me open, frisse lucht, mensen. 1, 2, 3, 4. Goedemiddag, dames en heren. En hier is hij, uw eigen Henk Dulles. Samen met de vrolijke joekeloerders. Het is weer tijd voor Dik voor Mekaar Actueel. Ja. En hier is uw presentator, Harry Nack. Hallo, Harry. Hallo, Harry Nack. Hallo, Harry Nack. Dat is ook elke week een zeg. Waarom is die man nou niet gewoon bij de microfoon? Die heeft die oren. Hallo, Harry Nack, kom erin. Hallo. Harry Nack. Ja, hallo, ben ik al. Maar waar was je nou? Wat duurde toch altijd? Ja, komt. Ik heb mijn koptelefoon viel op de grond. Ik ben er nu. Nou, dat is altijd. Maar waar ben je? Waar sta je? Momenteel sta ik naast dit gebouw, de Arena. Arena? In Amsterdam. Oh, het Ajax-stadion, Harry. Nee, het is een voetbalstadion. Ja, natuurlijk, dat is hetzelfde. Ajax, maar goed, dat laat maar gaan. Wat zijn de berichten? Waar gaat het over? Het gras wil niet groeien. Ach, natuurlijk, dat is waar. Dat heeft in alle kranten gestaan. Er zijn nog steeds... 23e problemen. Ja, nog steeds problemen met de Arena om het gras daar te laten groeien. En je hebt daarnaast jou staat natuurlijk een interessante man die daar iets over kan vertellen. Naast mij staat meneer Van Gaasteren. En die is hoofd van het gras. Ah, juist. Meneer Van Gaasteren. Hallo, mijn naam is Van Gaasteren. Ja. En ik ben hoofd van het gras. Dat hebben we net gehoord. Arena. Nou heb ik gehoord dat... Dus u gaat over het gras. Ja, ik ga over het gras. Gaat over het gras. Ja. Nou heb ik gehoord dat Heerenveen zo klaagde dat het zo glad was. Ja, inderdaad. En naar aanleiding daarvan hebben wij besloten om de Arena nu op te laten nemen in de route van de Elfstedentocht. Ah! Ja, dat is een goed idee als tempelpunt natuurlijk voor de Elfstedentocht. Briljant bedacht. Ja, heel goed. Maar wat moet u nou de hele dag doen? Als, ja, wat doet u Ja, dat is een goede vraag. Het is de bedoeling dat ik hier het gras bijhoud. Maar er valt weinig bij te houden natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Er staat niet veel gras natuurlijk. Ja, wij er niks hier, hè. Dus als je het dak openzoomt, doen we het gauw weer dicht, anders waait het weg. Heb je nog bijzondere dingen gedaan? Ja, we hebben acties hebben we hier gehad. Ach, heb u acties gedaan? Wat waren dat voor acties? Voor acties? Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een grote loterij is er geweest. Loterij? De opbrengst van de loterij was dan voor een nieuwe grasmat. Ja, wat was dat voor een loterij dan? De grasloterij. De grasloterij. Dat doe ik ook altijd. Wat was er nog meer...
te doen dan? Nou, we hebben ook bijvoorbeeld hebben we nog een grammofoonplaat hebben we gemaakt. Oh, ja? Het personeel, het hele personeel heeft meegezongen. Wat leuk. De opbrengst was dan ook weer voor een nieuwe grasmat. Ja, ja. Hoe heette dat plaatje? De Green Gras of Hope. Oh, ja. Hey, oh, dat kennen we. Maar meneer Van Gaarsen, hè? Nou hoor ik ook dat Ajax het stadion wil verlaten. Dan staat het helemaal leeg, toch? Inderdaad, Ajax gaat hier weg, maar we hebben al een nieuwe gegadigde. Oh ja? Ja, wie is dat? IKEA. IKEA? Dat is toch van die meubels? Inderdaad, ja. IKEA? Wat gaan die in zo'n stadion doen dan? Ze doen alle deuren doen ze hermetisch op slot aan de buitenkant. Ja. En dan storten ze in het stadion tot aan de rand toe vol met rubberballetjes. Rubberballetjes? Waarvoor? Dan hebben ze Europa's grootste ballenbak. Ik had nog een grapje van mezelf, Dick. Nou, nog een grapje van jezelf. Nou, is best snel, kan jongens, want het we gaan alweer lekker tegen de... Ja, we schieten alweer op, hè. Nou, het is groen en de kat is de gek op. Het is groen kat en de kat is er gek op. Nou, we zijn reuze benieuwd. Wisgras. Wisgras. Mooi. Nou, kom op met die prijsvraag. Hoe eerder het afgelopen is, hoe beter het was. We gaan beginnen weer even. Wat was de vraag van vorige week ook alweer? Even opzoeken, Dick. Even opzoeken. Dat begrijp ik nou niet, hè. Waarom is dat nou niet van de vorige regel allemaal? Dat is toch een kleine... Hoor, nog een mazzel dat hij het plaatje al bij de hand hebt. De baan gaat eerst dan naar beneden 6 trappen af, maar zij het plaatje zoeken. Daar is hij, Dick. Nou, daar komt hij. Daar komt hij. Waarom fluister ik jouw naam? Ja, dat was dus de vraag. Maar moet eraf, hè? Waarom fluit? Hij zingt maar. Ja, dat maakt een maar. Waarom? Maar hoe? Dat geeft hem allemaal niet, hè? Dat gaat niet om de dingen. Nou, maar gezellig. Ik ben benieuwd, hoor. Ik zit er weer klaar voor. Nou, kan je van mij ook even noteren? Even wachten, want in verband met... vroeger, kan ik me nog herinneren, had ik een afreageerkamertje. Kun jij dat nog herinneren, de groot? Oh ja. Toen we die prijsvraag 100 jaar geleden hebben die prijsvraag ook gedaan. En toen had ik een afreden, dan kon ik er even, want dat is beter voor je gezondheid. Ik krijg steeds rode vlekken in mijn nek. En dan, ja. En dan zit ik in het afreden en dan kan ik het beter verwerken, al die oplossingen, begrijp je wel? Oh, ja. Dus nou heb ik, hoe heet die twee ook alweer, van eigen huis en tuin heb ik opgetrommeld. En die gaan even een afreden-kamertje voor me bouwen. Hoe heet je dat? Van de Nico en nog wat. Oh, kijk, Nico en nog wat. Ja, daar zijn ze al. Kom maar naar binnen, jongens. Even met de spullen allemaal. Nou, daar ben je Rob en Nico. Gezellig, hè? Toon, zie je dat? Wat een getuige. Maar ik vind dat we nou genoeg gekletst hebben. Dat vind ik ook. Jongelui, mag ik u verzoeken? Ja. Opzouten. Oh, we gaan beginnen al gelijk met waar u voor komt natuurlijk. Jij gaat ook, Rob, jij gaat erbij. Even mijn blauwe overalletje aan het trekken. Even blauwe overalletje aan het trekken en dan ga je gelijk beginnen. Mooi, Nico. Nou, waar ga jij mee beginnen? Ik denk dat ik me gauw aan de slag had. Ja. Dan moet ik eerst die schakelaar. Die moet ik eerst weghalen. Dat is de eerste zekering eruit. Nee. Nou, dat is elektriciteit. Nico, niet doen. Dat zijn geen zekeringen. Nee. Heel simpel. De knop op. De home. Test. 1, 2... Hallo, zijn we er weer? Dat was de zeker, de hoofdzekering. Nou, moet jij even op. We zitten midden in een uitzending, Nico. Nou, we gaan weer verder, jongens. Nico, ga verder. Welkom terug allemaal bij eigen huis en tuin. Nou, ik vind het ook leuk dat ik de aankondiging mag doen. Ja, leuk, hè? Rob gaat straks nog kerstinkopen doen. Ja. Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Maar ik ga eerst vertellen...
wat ik aan het doen ben. Nou, dat hoeft niet, hè. Dat begrijp je. Gaat in ieder geval ga je gewoon een afreageerkamertje maken. Ik zou zeggen, veel succes. De groot begin jij dan met die moppen. Kom op, laten we een beetje tempo maken. Ik heb het wel hele goeie, dat is Ronald Pieters uit Eefde. Beetje rustig, Nico. Waarom fluister ik je naam nog? Anders hoort je man dat ik onder het bed lig. En dat is dus van Walter van der Lagemaat uit Dordrecht. Ja, waarom fluister ik je naam nog? Nou. Omdat mijn amandelen net geknipt zijn. Waarom fluister ik je naam nog? Ja, waarom eigenlijk? Die was van Tom Spuiten. We hebben Nico, we hebben jou, wel alles tegelijk. Misschien had ik dat beter ergens anders kunnen laten doen. Waarom fluister ik je naam nog? Nou ja, dat weten we. Als ik te hard praat, valt mijn gebit eruit. Als ik te hard praat, dan heb ik hier de winnaar, Dick. De winnaar? Ja, ik heb de winnaar. Nou, daar gaan we wachten, op de winnaar. Goedemiddag allemaal, dat ben ik weer even. Is weer dikke Leo. Met de prijsuitreiking natuurlijk. Met je duim erboven. Dan moet je die duim iets weer houden dan leuk. Astrid Boekel hebt gewonnen. Die heeft mij gebeld van de week. En die woont in de Duinfluiterstraat 15. In Warmerhuizen. En die hebt dus weer die schitterende tros rugzak gewonnen. Waarop met gouden letters te lezen staat. Tros. Nou, van harte allemaal. Wat een geweldig bezit lijkt me dat. Zeg zo vlak tussen de feestdagen. Wat zullen de mensen daar blij mee zijn? Ze vechten erop. Goed, dat hebben we dan weer gehad. Zal ik de nieuwe opgave even doen? Ik denk al dat ik er doorheen ben. Nico, kan het dan wat rustiger met dat gebouw? Ja, even geduld. Ik ben bijna klaar. Ja, wat een nieuwe opgave. Het gaat alleen om de groot. Ja, maar zoek ik heb een baan hoor. Begrijp dat nou niet, hè? Dit is komt de aan, hoor, een hele week om voor te bereiden en toch. Ja, daar is die. Luister. Ja. Kom je vanavond? De grote in de wat? Die naald! Sorry. Hij sloog uit mijn handen. Nou, de vraag van deze week is, kom je vanavond? Heeft u daar een leuk origineel antwoord op? Dan stuurt u dat op aan postbus 284-50-1202-LL in Hilversum. Maar dat heeft weinig nut. U kan het beter over de e-mail doen. Dat is dik voor elkaar, apenstaartje tros.nl. Dat gaat veel sneller en dan weten we zeker dat u in de bak zit, hè? Nou, gezellig, hè? Ik vond het interessant allemaal, hoor. En Rob en Nico, kunnen jullie nog... Dat huisje van de week, dat afreageerkamertje. Kom daar volgende week voor terug dat het klaar is. Ja, tot volgende week. Doeg. Harry zegt die mensen meemaken. Dat is niet te geloven, dat kan toch niet midden in een uitzending. Zeg Leo, heb je nog een beetje leuke handel bij je of zo? Nou, dat heb ik zeker. Oh ja? Ja, ik heb in verband met de aankomende feestdagen. Oh ja, de kerst. Natuurlijk, kerst en zo komt er weer aan. Een gezellige tijd vind ik dat al. Neem jij een boom, Toos? Weet je al of je een boom neemt? Ik weet het nog niet. Als ik er een neem, neem ik een zonneklaar. Nou, dat maakt nou even niet uit of we wel of geen boom nemen. Het gaat even over die handen van Leo eerder die de deur uit is. Hoe liever ik het heb, want je weet nooit of de politie voor de deur staat. Nou, dit is hele eerlijke handel, want ik heb een achterbak vol zelfs. Oh ja? Kijk eens hier. Zo ziet het er mooi uit, of niet? Hey, kaarsen. Dat zijn niet zomaar kaarsen. Dit zijn eeuwigdurende kaarsen. Zoiets als een spaarlamp. Oh, dat lijkt me ideaal, want die dure kaarsen ieder jaar. Dat is ook een. Dat loopt aardig in de papieren, niet waar, Toos? Nou, ik. Maar die eeuwigdurende kaarsen, hoe zit het dan precies? Hoe kan dat eeuwigdurende kaarsen? Ja. Er zit geen lontje in. Ja. Heb ik jou al verteld dat nog niet. Dat mijn dochter, dat die van de week een zwangerschapstest heb gedaan. Dat weet je niet. Ja. Je oudste dochter of je... Anneke heeft een zwangerschapstest heb ze gedaan. Oh, en hoe is het afgelopen? Ze is gezakt voor de mondeling.
Mensen, we zitten bobbetje, dus we moeten gauw even door. Heel de komende dagen, het wordt dus, ja, we zitten midden tussen de feest. Ja, wat is er nou? Wilde jij niet... Komt er iets belangrijks of zeg je van nou, je hoeft eigenlijk niet te luisteren, want dan praat ik gewoon door. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nu iets komt dat ik zeg van nou, als ik dat niet gehoord had, had ik het jaar niet doorgekomen. Wat is er? Ik heb hier een telefoonnummer van die kerstbomenfirma. Kerstbomenfirma? Wat is er? Ja, om de studio op te fleuren. Oh, natuurlijk. Oh, heb je dat gehoord? Oh, ja. Nou ja, goed. Dan, bel ja, jij hem of bel ik hem? Dan ga ik hem wel even bellen, want dat is wel leuk. Want we gaan in de kerstbomen. Het lijkt me leuk om hier in het gebouw, om daar leuk ook voor de kerst aan te kleden, nietwaar? Ja, dat lijkt me ook heel gezellig. Ja, heel gezellig. Ja, ik wil helpen versieren. Ik ook. Ik versier graag. Ik versier alles. Hallo, spreek ik met kerstbomen Henkie? Hoi Dick. Ja. Moet je niet eerst even het nummer draaien? Daar hebben we geen tijd voor, de grove zit al krappen de tijd. We zitten bommetje. Hallo, spreek ik met kerstbomen Henkie? Niet? Oh, nou, dan heb ik een verkeerd nummer gedraaid. Neem me niet kwalijk. Maar je hebt niet eens een nummer gedraaid, Dick. Nee, ik heb geen... Wat maakt dit... Het de groot... Leef nou eens mee in de world of illusion. Hè? Dit is toch radio? Weten de mensen veel of ik thuis er wel of geen nummer draai? Oh, maar je moet toch wel een beetje de indruk geven dan dat... Oké, ga ik uitgebreid het nummer. Oké, jullie is hem. Ja, daar ga ik al. Hier is die. Telefoon, nou, daar ga ik hoor. Dit nummer. Ah, wat zit ik lekker te draaien, zeg. Jongen, wat duurt het allemaal? Nou, alle nummers, ja, oké. Ja. Nou. Hij gaat horen dan mijn oor. Ja. Nou, ik wacht. Hij gaat over. Ja, hallo. Spreek ik met kerstbomen Henkie? Nee hoor. Nee? Nee. Oh, nou dan heb ik een verkeerd nummer gedraaid. Zie nou hoeveel tijd ik neem. Voor hetzelfde resultaat. Ja, maar je hebt hetzelfde nummer gedraaid als net. Ja, natuurlijk draai ik hetzelfde. Maar ik heb toch geen ander nummer? Hier, telefoon. Pak op die telefoon. Je doet toch allemaal? Hallo met de groot. Nou, wie is het? Het is kerstbomen Henkie. Kerstbomen Henkie? Ja, die wil weten of jij geprobeerd hebt om hem net te bellen. Ja, dus zat je toch zelf bij. Ik heb het twee keer geprobeerd om hem te bellen. Nou, dat heeft geen nut. Hoezo niet? Hij heeft geen telefoon. Waar heel Nederland op zit te wachten. Een week lang waren we in spanning, maar nu is het weer zover. Hier zijn de 30 seconden van meneer de Groot. Ja. Hallo Fitch, hier is meneer de Groot. Nou, daar krijgen we een verhaal hoor. Er komt weer informatie dat je denkt, waar zit ik naar te luisteren? Wat doe ik? Nou, ik vind het altijd wel interessant. Ja, ik ook wel, ja. Deze week kunnen al mijn fans vanwege... Al mijn fans, hoeveel zijn dat er? Op vertoon van een lidmaatschapkaart met korting naar de film De Roze Willen Olifant. Alle fans in het zijspan stappen? Dat is een hele spannende film. Spannende film, voor alle fans van de familie De Groot. Ja, nou, daar gaan we. Dus een jongen die heeft voor zijn verjaardag... een donkergroene eiland. Hij gaat dan niet het hele verhaal vertellen van die film. En een rode speedboot en een gele crossmotor en een roze olifant hebt hij gevraagd. Hebt hij gevraagd, waarvoor? Voor zijn verjaardag. Oh, nou dat kreeg hij niet natuurlijk. Jawel, dat kreeg hij allemaal. Maar die boer van wie die roze olifant werd gekocht. Welke boer? Het was helemaal geen boer. Van die roze olifant waar hij van gekocht werd. Boer? Welke boer heb je nou een roze olifant? Wie die gezegd van... film van niks. Je voelt je mag hem niet op zijn rug tikken. Wie niet? Die olifant. Mag er niet op zijn, nou waar zou je het voor doen? Maar gaan we afsluiten. Maar die verwende jongen die kreeg al die cadeaus. En op een dag is zijn familie weg. De familie is weg. Tik hij toch die olifant op zijn rug. Toch die olifant op zijn rug getikt. Maar dat mocht toch helemaal niet? Nee. Dus die wat olifant gebeurde? Wat gebeurt? Nou komt hij. Die olifant die krijgt het schuim op zijn slurf. Ja. En die jongen die wordt bang en die loopt keihard weg. Die jongen loopt weg. Die olifant erachteraan. Die olifant erachteraan. Ja. Maar die haalt hem bijna in tot die jongen bij zijn crossmotor is. Maar die rode crossmotor. Ja. En die ruikt en die ruikt. Maar die olifant blijft erachteraan. Ja. Nou, dan komt bij zijn speedboot. Aan het strand, daar ligt zijn speedboot. Hij stapt in zijn speedboot. Volle snelheid naast zijn eiland toe. Maar die olifant die zwemt achter de maan. En die blijft hem dus volgen. Dus die jongen die legt die boot op dat eiland, op het strand. Maar deze komt die olifant ook. De olifant die komt ook meteen uit het water. En die jongen rennen. En na 200 meter struikelt hij en valt hij lang uit in het strand. Potverdorie, daar ligt die jongen. Wat denk je, toen komt die olifant op hem af. Ja. Ja, en nou, die zegt... Tikkie, jij bent hem. Tikkie, jij bent hem, ja. We zitten waar, mensen. En hoe zit het dan?
mensen, we zijn er weer. Dit was het dan weer. Hè. Wederom een nieuwe aflevering van de Dicht van elkaar. Je denkt, er komt geen enter. Je denkt, dat gaat nooit goed deze week. Op een gegeven moment hield ik maar op vast. Ik denk, er komt nooit goed deze aflevering. Maar we zijn er weer doorheen, hoor. Het is toch weer zover gekomen dat je zegt, nou, er is een eind aangekomen. Mocht je nog een leuk antwoord hebben op de prijsvraag? Wat was de vraag? De groot. Ja, wat was de vraag ook alweer? De vraag. Welke vraag? Welke vraag? Van de prijsvraag. Kom je vanavond? Wie ik? Nee. Wat is het dan? Dat is de prijsvraag. Oh, dat was de vraag. Een leuk antwoord op de vraag. Kom je vanavond? Dan stuurt u die even aan de dik voor elkaar apenstaartjetros.nl. U kunt hem ook in een brievenbus, maar dat heeft weinig zin, want dat komt bijna nooit af. Ik zou zeggen, dat was het alweer.